Een verband betekent dat twee dingen met elkaar te maken hebben. De tijd in uren en de temperatuur in graden Celsius hebben met elkaar te maken. Daar zit dus een verband tussen. Of er is een verband tussen de tijd in dagen en de waterhoogte in centimeter. Maar er is geen verband tussen het aantal kinderen in een klas en de afstand in kilometers. Let erop dat we bij het verband grootheden en eenheden gebruiken. De grootheden zijn wat je meet, zoals tijd, hoogte, afstand en temperatuur. En de eenheden zijn waarin je dat meet, zoals minuten, meters, kilometers en graden Celsius. Als je een grafiek tekent in het assenstelsel, is dat een weergave van hoe het verband verloopt. De grafiek kan omhoog gaan, dat is stijgen. Ook kan de grafiek omlaag gaan, dat is dalen. En soms stijgt of daalt de grafiek niet, dan zeggen we dat de grafiek constant blijft. Als je een waarde afleest uit de grafiek, dan moet je ook laten zien hoe je dat doet. Dit kun je doen met behulp van stippellijnen. Dus als je wilt weten hoe warm het was om 4 uur, kijk je bij 4 uur op de horizontale as. Vervolgens teken je een stippellijn omhoog totdat je de grafiek raakt. Nu teken je de stippellijn naar links en lees je de verticale as de temperatuur af. Nu weet je wat een verband is en hoe je een grafiek moet aflezen. Volgende keer leg ik uit hoe je zelf een grafiek kan tekenen. Voor nu bedankt voor het kijken en wil je meer wiskunde met ons leren, vergeet je dan niet te abonneren. Graag tot de volgende keer.